Hallo, ik ben Andries en vandaag heb ik hier deze allernieuwste Sony speaker, de SRS XE300. In deze video vertel ik je alles wat je erover moet weten. Hier gaan we! Sony heeft onlangs een aantal nieuwe speakers op de markt gebracht en een van deze modellen is de krachtige SRS XE300. Als we voor het eerst deze speaker ontdekken, merken we vooral de vijfhoekige vorm waar Sony voor heeft gekozen. Het voordeel hiervan is dat je de speaker zowel horizontaal als verticaal kan plaatsen. En dat komt vaker van pas dan je denkt. Met zijn 1,3 kg heeft deze speaker toch al een behoorlijk gewicht. Maar blijft hij nog steeds zeer compact om overal mee te nemen. De speaker heeft ook een matgrijze afwerking waarbij de knoppen niet enorm opvallen. En dit vind ik persoonlijk toch wel heel mooi gedaan van Sony. Het belangrijkste bij een speaker is natuurlijk de geluidskwaliteit. En die gaan we meteen uittesten. Het geluid klinkt alvast heel goed en dat komt vooral omdat de lage tonen heel krachtig overkomen. Wat je natuurlijk ergens wel verwacht voor een speaker in deze prijskategorie. Met deze speaker kan je dus zonder problemen je favoriete muziek beluisteren in bijvoorbeeld een tuin met wat omgevingsgeluiden. De grote nieuwigheid bij deze speaker is echter de Line Shape Diffuser. Een nieuwe technologie die ervoor zorgt dat het geluid nog dieper en breder door de ruimte gaat. Hierdoor bereikt het geluid nog meer oppervlakte zonder kwaliteitsverlies. Dit verschil merk je ook effectief als je de muziek luid genoeg opzet. Met Sony's Party Connect kan je trouwens ook meerdere speakers met elkaar aansluiten om echt geweldig stereogeluid te creëren. Een leuke reden dus om steeds meer dan één speaker in huis te hebben. Deze Sony speaker is natuurlijk waterdicht en Sony claimt dat hij zelfs tegen zout water kan. Als je deze speaker mee naar het strand neemt, zal je nooit enig probleem ondervinden, aangezien hij ook volledig stofvrij is. Ik heb hem niet echt in de zee durven gooien, maar in een zwembad of een jacuzzi was het vrij duidelijk dat hij goed tegen een stootje kan. Het is een typische speaker voor buitengebruik, dus hij is ook best schokbestendig, moest hij ergens van afvallen. Wat de batterij betreft claimt Sony een capaciteit van maar liefst 24 uur. Tijd genoeg om zorgeloos muziek te beluisteren als je de speaker niet meteen kan opladen. Over het opladen moet je je trouwens ook geen zorgen maken, want deze Sony speaker is na 10 minuten opladen weer goed voor 70 minuten luistertijd. De Sony SRS XE300 is een geweldige speaker van uitstekende kwaliteit. Ben je op zoek naar een veelzijdige speaker die je overal kan meenemen, dan is dit model zeker iets voor jou. Zoek je een speaker met toch nog een betere geluidskwaliteit, dan kijk je wellicht best voor een Sony speaker in een hogere prijskategorie. Wil je nog meer weten over al onze nieuwe producten? Check dan zeker onze andere video's en abonneer je nu op ons YouTube-kanaal. Tot dan!